een niskast. Dus dit moet je je dan daarbij voorstellen. Dat vind ik ook echt te gek. En in de hal een mooie donkere trap met een loper. Ja, het wordt zo chic. Welkom bij een nieuwe verhuisvlog. Het is een beetje een random begin. Ik heb gisteren een lamp. Nee, niet gisteren. Ik heb van de week een lamp besteld in de sale. Eigenlijk een lamp die ik al heel veel jaar wil hebben. En ja, nu met de sale en een nieuw huis was het de perfecte excuus om hem te kopen. Wat kan ik doen, schat? Ja, even samen uitpakken. Oké. Okay. Want het is een biggie. Caution. Ja. Hè? Caution. Extreme caution. Extreme caution. Nou, dit is de doos. Er valt niet zo heel veel te zien. Die gaat alweer helemaal fout. Oh? Ja, wat? Ja. Ja. Zo. Maar ja. En, hoe doe je het dan open? Nee, dit is een mes en je hebt een schaar, dus dat is iets anders. Hier, ik zou eerst die kant. Deze kant? Ja. En dan de andere kant. Oh. Wow! Ha. Goed idee. Oké, we moeten nog eens monteren. Maar dat gaan we niet doen, denk ik, nee, toch? Nee, we gaan hem even uitpakken om gewoon te checken of die niet beschadigd is en of die compleet is. maar we gaan natuurlijk niet nu helemaal nee, want dan wordt hij in elkaar zitten. Maar ik wil wel gewoon even checken of alles oké is. We hebben een empty box. En, oh, een empty. Glas in. Oh. Ik. Oh. Be careful. Ze zijn nog heel. Ja, maar ja, ik bedoel, je ziet er niet zoveel aan. Dit is één glazen bol. Ik denk dat het vooral belangrijk is. Het is ook bijna niet kapot te krijgen natuurlijk in transport. Gewoon dat die bollen goed zijn, dat geloof ik wel. Ik weet niet of hierin zit. Misschien weer nog meer bollen. Ja, dat denk ik. Ik moet een beetje onthouden hoe het zat. Oh, handig dat je dat nu zegt. Kijk. Heb je hem? Ja. Dit is dan, om het beetje een idee te geven, dit is de lamp. En hier gaan dus al die bollen aan. Maar je moet... Oh, sorry. Ja. dit is de lamp. Wow, Jeff. Ik vind het echt knap. Ik dacht, het komt nooit meer goed. Maar het zit er gewoon weer helemaal in. Zoals het hoort. En dan wil ik nog een aantal andere dingetjes laten zien. Die ik heb gekocht en gekregen. Ik heb trouwens nieuwe nagels. Love it. Dit zijn super mooie glazen kandelaars. Ik heb er twee. Van Sissy Boy. Oh, zo mooi. Oh, kijk nou. En een hele mooie, een beetje een hele lichte groen. Lijkt haast een beetje van zeepbellen. Jeff, die ziet het niet. Oké. Okay. En dan heb ik ook nog een roze. Die is echt heel licht roze. Zo licht dat je het bijna niet ziet. Ja, dat hij bijna transparant lijkt. Maar hij is roze. Misschien als je ze naast elkaar houdt, zie je het net iets meer. Je ziet het. Heel licht. Ja, het is heel licht. Ja, ik vind het super mooi. Heel mooi. En dan mooie kaarsen erin. We hebben ook van die leuke gedraaide kaarsen. Ja. Prachtig. Dan heb ik nog in de H&M Home Sale deze vaas gekocht. Hoewel ik denk dat ik hem als bloempot ga gebruiken. En dat is deze vaas. Pot. Lijkt mij super leuk met hier een plant in. Misschien ook wel echt zo'n plant met zo'n mos. Ja, mos. Ja, zo'n hangplant. Dat het er al helemaal overheen gaat. En dat het een beetje soort van alsof het uit een oude
tuin. Ja, ik vond deze wel heel erg cool. Die had ik ook al eerder gezien. En nu in de sale. I love a sale. Ik heb deze prachtige tas met goodies gekregen van Ethos. Dit is een beetje een picknickmand met mijn naam erop. Super mooi, ook met al dit gebreide. Ik begreep dat deze tas zelf van de Zara is. En er zitten ook een heleboel lekkere home spullen in. Voornamelijk ook... Ik ben opeens heel bewust van al het geluid buiten. Ja, ik ook. Ja, maar dat is al de hele tijd. Maar zou ik vragen erin? Ja, doe maar. Voornamelijk met deze geur. Dit is Slow Sunday. En ik vind de home producten van Ethos echt perfect. Lekkere geuren. Het ziet er super mooi en stijlvol uit. Ja, gewoon bij Ethos te koop, bij de drogist te koop. En die duur. En dit is dan... Zo'n homegeur. Ja, het ziet er gewoon prachtig uit. Ik kan niet anders zeggen. En dan heb ik ook nog in diezelfde geur bijvoorbeeld deze Room Spray. De kleur van het label ook heel mooi. Nee, maar dat verbaast natuurlijk niet. Enorme handzeep. Ook altijd heel fijn. Oh ja. En deze geur vind ik ook wel heel interessant. Dat is de Gentle Protection Handzeep. Handzeep. Met tea en mandarin. En deze vormgeving doet me heel erg denken aan Another Stories. Die heeft ook een eigen lijn. Wat vind jij? Ja, het lijkt heel erg op. Ja, hè? Heel leuk. Superleuk. Echt heel leuk. Dit vind ik ook een mega lekkere geur. Oh, dit is ook een beetje shiny, de zeep. Ja, heel lekker. Oh, dat... Een beetje iced tea-achtig. En 100% veganistisch. 100% veganistisch. Ik praat dan nu tegen Jeff. Maar ik moet tegen jou praten natuurlijk. Dan was dit de shopvlog. Maar dit is natuurlijk gewoon het begin van een nieuwe weekvlog, vakantievlog, huisvlog, verhuisvlog. Ik dacht even van, ja, wat zijn we eigenlijk ook weer aan het doen? Kijk vooral lekker de vlog verder. Ik vind het nu heel gek om te zeggen, want ik weet niet wat nu het volgende beeld gaat zijn. Maar er zullen nog meer beelden zijn. Dingetje komt langs, hoe heet ze? Mandy komt langs, onze interieurarchitect. Met de eerste plannen voor het huis, daar kijk ik mega naar uit. Blijf kijken. Laatste stukje, kom op. Eerste klas, tweede klas. Choo choo. Yes. Ja. Gisteren zijn wij naar de kapper geweest. En ik wilde even een big reveal doen. Vandaar dit. Even laten zien hoe mijn haar nu is. Bereid je voor. Oh, zo. Sorry. Dit is mijn haar nu. Ik ben er echt mega blij mee. Ik heb het al eerder lila gehad, maar dat is volgens mij echt 4-5 jaar geleden. Ja, dat is alweer een tijd geleden, ja. En... Maar niet deze, toch? Nee, het is nu iets grijzer. Ja. Het is lila met grijs. Heel mooi. Ja, ik ben er echt zeer content mee. Heel blij mee. Heel mooi. Dank je, liefie. Love it. Ik ben mega blij met mijn haar. Ja. Ja, we hebben gisteren gezeten bij Arend. Jeff ook, is ook geknipt. Ja, zie je niet. Het is iets korter. Het is iets korter. Maar hij heeft dat deze keer wat langer gelaten. Ja, maar nu heb je het weer niet in model gebracht zoals hij het heeft gedaan, hè? Nee. Nu heb je het weer op jouw manier gedaan. Ja. Terwijl we dat juist niet meer zouden doen. Ja, maar ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ja, maar... Oké, we hebben het hier straks over. Ja. In privé. We hebben gisteren met 38 graden bij de kapper gezeten. En het viel eigenlijk allemaal best wel mee, moet ik zeggen. Ja. Toch? Ja, het pand was nog best wel redelijk cool. Het was een heel diep pand, dus... Ja, en de deur stond lekker open. Ja. Mandy komt zo meteen hier. Ja. Onze interieurarchitect. Spannend. Mega veel zin in. Zij gaat ons alles vertellen over de plannen voor het huis, tekeningen die ze heeft gemaakt. Dus dat is heel erg leuk. Voordat ze komt, wilde ik nog even wat dingetjes laten zien die ik heb gekocht. Urban Outfitters is ook verkrijgbaar van... Die hebben ook een Europese website. Je hebt natuurlijk ook winkels in Nederland. Maar ja, ik ga niet meer zo graag naar de winkel. Dus ik ga liever online bestellen. En die hadden sale. Ja, dit heeft eigenlijk niks met hoop te maken. Nee. Maar toch, ik vind het fantastisch. Dit is een kruik in de vorm van een uterus. Noem je dit? Een baarmoeder. Een baarmoeder. Dat is zo internationaal. Een uterus. What's that in Dutch? En die warm ik op in de magnetron. Ik heb al een elektrische kruik. Maar ik zocht er eigenlijk nog eentje die ik echt... Mijn elektrische kruik leg ik eigenlijk altijd bij mijn voeten. En dat deze inderdaad in de vorm van mijn baarmoeder bij mijn baarmoeder kan liggen. En die warm je op in de magnetron. Want
kokend water in een kruik gaan we niet meer doen. Nee, superleuk. En ook wellicht leuk voor nog een keer voor de Instagram post. Daar denk ik ook altijd over na. Ja. Dan hebben we twee producten, twee dingen die ik besteld had, die een beetje tegenvielen qua formaat. Dit is een torso. Ik vind vooral dat ik nu ineens denk, als je de achterkant zie, dat je denkt, oh ja, het is wel erg onrealistisch. Ja, ze heeft een enorme, inderdaad. Ja, dat je denkt, hier binnen is een soort van bijzettafeltje. Ja. Ja, het kan. Oh, ja, ik heb er niet eens over nagedacht. Ja, ik heb hier al twee torso's van. Dus dit is een kaars. Ik heb hier al twee kaarsen van. Maar dan wat meer lichaamsvorm waarin ik me kan herkennen. In het wit en in het bruin. Maar ik zag deze met verf eroverheen. Kaarsvet is dat toch? Met kaarsvet eroverheen inderdaad. En dat vond ik wel heel erg leuk. Vooral om gewoon mooi neer te zetten, niet per se om te branden. Ja. Ik ben er medium enthousiast over. Je ziet ook een stukje eruit. Oh ja. Ja. Dit. En dan hebben we nog een kandelaar. Die dacht ik heel mooi past bij de kandelaars die je al eerder in deze video zag. Maar die is veel kleiner, bleek. Kandelaartje. Kandelaartje, inderdaad. Dit is hem. Donkergroen. Echt een beetje die vintage vibes. En van het Nederlandse merk Anna en Nina. Dat vond ik wel heel leuk. Ik dacht van, oh, dat had ik helemaal niet door toen ik het bestelde. Dus dit zijn mijn medium leuke aankopen van Urban Outfitters. Nou ja, plus één wel hele leuke. Ja. Dus ook voor het huis ga ik op de bank zitten. En het stomme is, ik had dus nog meer besteld. En die zijn allebei geannuleerd. Die waren blijkbaar toch niet op voorraad. Heel fijn. En dan is het nu wachten op Mandy. En dan zien we je zo weer. Ja. Hallo. We zijn hier op deze tropische dag met Mandy. En Mandy heeft prachtige tekeningen gemaakt van onze woning. Daar is ze mee aan de slag gegaan afgelopen weken. En natuurlijk sinds de laatste en ook eerste keer dat we haar zagen. En we natuurlijk naar het huis zijn gegaan. Als je dat nog niet gezien hebt, zal ik die video hierbij linken. Is ze dus aan de slag gegaan. En heeft ze echt super mooie ontwerpen gemaakt. Heel mooi. Voor ons huis. En daar hebben we onze feedback op gegeven. maar we willen natuurlijk ook heel graag even laten zien. Ja. Oké, nou dit is dus versie 1. Er zijn twee versies gemaakt. Het is natuurlijk nu de hal. Dat is de hal. Maar daar zie je nu ook lambrisering plus trap blauw raam. Blauw uit het glas in lood. Ja, blauw uit het glas in lood, inderdaad. Dus dit wordt waarschijnlijk een hele mooie donkere hal. Echt een binnenkomer dat je denkt, wauw. En natuurlijk de lambrisering en dan daarboven waarschijnlijk mooi behang. Dan gaan we naar de living. Dan heeft ze dus in de lounge een zitje gemaakt met een nisje voor eventueel boeken. Kunnen we hier lekker zitten met de open haard, de stoel. En dan hebben we hier een nistkast met de televisie. En hier kunnen denk ik de PlayStations en zo op. Ja, ja, hè? Ja. En de drankvoorraad. En de drankvoorraad. Maar we hebben hier natuurlijk nog de drankkar. Ja, ook nog. Heel veel drank. Heel veel drank. En dan gaat er een enorm aan de zuip. Ja, oh ja. Ja. Hebben we hier dus een mooie ovale tafel. Met een bank. Met een mooie doorloop naar buiten. Dan de keuken. Er wordt Jeff's domein met een zitje met het fornuis. Dus dan kan ik gaan zitten en commentaar geven. Terwijl Jeff aan het koken is. En hier dan een spoelbak. Dus dat een beetje, je moet een beetje fantasie gebruiken. Maar wij zien het helemaal voor ons. Want Manny heeft natuurlijk alles uitgelegd. Ja, dan komen we nu bij het plan. En hier zijn we echt helemaal weg van. Want hier zie je dus de living met een heerlijke zitplek richting de open haard. Met een mooie tv-kast. Hier dan ook die bank waar we lekker in kunnen zitten. Hier kan dan ook dat nisje. Ja, hè? Ja. Ja. Hier is die bank. Dus dit is een erker wat we hebben. Daar hebben we ook echt aangegeven van kun je daar wat mee. Dus ik vind het heel erg leuk dat we hier dan lekker bij het raam kunnen gaan zitten. Maar ook heerlijk bij de bank. Televisie kijken en natuurlijk met de open haard. Daar is de drankkar weer. Mooie eettafel met genoeg plekken om te zitten. En dan een fantastische keuken. Helemaal in art deco vormen. Een beetje rond gemaakt. Met hier dan een spoelbak. Ook nog twee, eventueel drie
zitplekken. Kan ik alsnog zitten? Oh, dat was bij de andere, excuus. Kan ik hier alsnog zitten en kan je lekker commentaar geven? Nee hoor, ik geef geen commentaar. Ik ben heel blij met alles wat Jeff kookt. En dan hier het gasfornuis. Maar dus ook met genoeg ruimte voor de servieskast. Dus dat is iets wat hier dan wat lastiger is. En ja, deze is gewoon echt, je ziet gewoon helemaal op maat gemaakt op de ruimte. Dus dat is echt fantastisch. Misschien met het moodboard erbij. Oh ja, met het moodboard erbij. Dit is het moodboard. Ja. Dit is ons moodboard. Ja, kijk. Al die tinten. Roze, goud. En dan voor Jeff ook zwart. Donkerblauw. Donkerblauw. Oh, is het donkerblauw? Oh, sorry. Ja, de printversie die... Oh ja, ik zie het wel. Ja, ik zie het. Het is donkerblauw. Met een visgraat. Dat willen wij ook. Ronde vormen. Kijk, hier zie je wat een stukje wat natuurlijker en donkerder, maar ook juist wat lichter, vind ik. En een niskast. En een niskast, ja. Dus dit is inderdaad voor in de living hier een niskast. Dus dit moet je je dan daarbij voorstellen. Dat vind ik ook echt te gek. En in de hal een mooie donkere trap met een loper. Ja, het wordt zo chic. Oh ja, en hier dus inderdaad, dus niet in deze stijl, maar wel het idee van hè, lekker chillen met een boekje in de erker. Prachtig zeg, moet je die bomen zien. Ja, dus, jullie dadelijk ook. Ja. Jullie is ook wel wat groen. Ja, klopt. Nou ja, misschien moeten we nog het een en ander planten, maar dat vind ik prima. Dus dit is dan de moodboard en deze lamp vind ik ook fantastisch. Ja. Echt, mijn moeder heeft me al een paar keer bijna gedwongen om die ook te kopen. Maar ja, die moet je echt online bestellen. En dan durf ik het toch een beetje spannend, want het is wel duur. En dit is dan de eerste verdieping met mijn kantoor. Met werkplek. Dus dit is mijn computer. Een zitje, make-up tafel, badkamer en slaapkamer. Met lekker veel opbergruimte voor al onze kleding en schoenen en tassen. Ja, we hebben ook aangegeven dat we echt veel opbergruimte nodig hebben. Dus dat wordt hier gerealiseerd. Maar we hebben ook hier nog een inbouwkast. Dus ik denk dat dit best wel fors is. Maar we zullen zometeen Mandy proberen niet af te schrikken met alles wat wij hebben. En dan is er ook nog een tweede badkamerplan. Oh my god, sorry hoor. Ik merk helemaal alles. Ja, dit is het tweede badkamerplan. En die is eigenlijk net zoals met de keuken iets... makkelijker te realiseren, denk ik. Omdat je dus... Hier heb je de wastafels aan het raam zitten, bijvoorbeeld. En hier zitten ze aan de muur. Maar hier komt een glazen wand met gerookt... Spiegelwand. Met gerookte spiegel achter het bad. En dus een mooi vrijstaand of deels vrijstaand bad. En dan spiegels die hangen uit het plafond. Ik heb dat bij Josh V gezien. Ja. Ja. Daardoor herkende ik dat. Met twee mooie wasbakken en een lekkere inloopdouche. Hier heb je dus het bad meer in de hoek staan. Maar we vinden het wel heel gaaf dat hij hier dan echt zijn eigen moment krijgt. En dat het echt een eyecatcher is van de ruimte. En je ziet dus ook de muur is verplaatst. Want die loopt nu... Die maakt nu een sprongetje. Oh, is dat het? Ja. Dus die deur kan helemaal open en dan maak je een kleine sprong. Dat is het. En dit is nu de situatie inderdaad. Dan zie je nu de badkamers echt veel kleiner als je dit vergelijkt. Het is een heel ander... Deze muur hebben we er ook uitgehaald. Ja, en die muur inderdaad ook. Deze deur dicht. Welke deur dicht? Deze. Ja. Dus dan is dit je doorgang. Ja, klopt. Ja, dus een heleboel om... over na te denken en straks te slopen en aan te passen. Maar ik vind het echt super mooi. Heel mooi. Heel mooi. Laat nog even iets beter mijn haar zien. Want als het dan toch ook over mijn haar gaat, wil ik wel dat je een beetje een idee krijgt. Dus ik heb inderdaad het paarse, maar ook het grijze wat ik zei. Grijs. Grijs. I love it. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Sorry, Jeff is even statief hier. De onderkant is het iets grijzer. En boven iets paarser. Het is ook een stuk korter weer. Dus iets meer op mijn schouders. Het is nu wel gekruld. Arend die feunt het altijd. En een soort van krult het dan met een borstel.
Dus even lekker voor de zomer wat korter. Ja, hier zie je het ook goed. Die verschillende kleuren. Echt, het heeft zoveel facetten. En dat vind ik zo mooi aan hoe Arend mijn haar kleurt. Het is zoveel diepte. Heel mooi. We hadden het net over vooral de slaapkamer. Wat zeg ik nou? Je kantoor. Mijn kantoor. En ik zit hier nu met een broodplank op bed. Omdat ik even wat tekeningetjes wilde maken. Want dit moet wel echt anders. Omdat mijn make-up tafel aan het raam zou moeten. Ja, je wilde inderdaad je make-up tafel aan het raam, maar samen met... Ja, dat werd lastig. Dus toen dacht ik al... Ja, en de lampen moesten een plek krijgen. En toen dacht ik al snel, de make-up tafel of de kaptafel lijkt mij handig in deze ruimte. Wat eigenlijk een soort van met de inloopkast gedeelte wordt. Dus heel mooi vanuit de slaapkamer, ensuite inloopkasten. En dan hier, want dit is een lage kast. Dit zijn ramen. Hier dus mijn kaptafel. Dus we hebben even geschetst. Dus dit is wat wij dan bedacht hebben. Deze boom, dit is een bank en een tafeltje. Om hier mijn computer neer te zetten aan het raam, zoals ik echt nu ook heb. Dit zijn ramen. Maar dat hier ook lampen komen die we aan de muur gaan bevestigen. Maar die we ook weer kunnen verwijderen, zodat we ze op een statief kunnen zetten. En dat ik die statief bijvoorbeeld hier neer kan zetten. En dat ik op deze setting kan filmen. Of dus hier, aan mijn bureau, zoals ik nu ook heb. Dan zo hier dus bergruimte komen. Dit kan ook laag zijn en misschien mooi aansluitend aan het bureau. Om, nou ja, mijn administratie et cetera kwijt te kunnen. Met wellicht hier, in, want dit is ook nog een kast, meer make-up producten. Dingen die ik wil testen. Maar bergruimte is altijd wel heel erg fijn. En dan kan ik ook dat mooie artenbehang hier, ja, kan dat hier geplakt worden met die panelen wat ik heel graag wil. En dan is dit dus die kastenruimte, dus die ensuite kastenruimte. Nou ja, dan heb ik hier dus een mislukte spiegel getekend en een oogschaduwpaletje en een kwast. Om aan te geven dat ik dus hier dan ga zitten bij het raam. Ook wel heel mooi dat het dan in dezelfde ruimte zit als de kasten en ja, dicht bij de slaapkamer. Dus ik denk dat dit wel een goed... nou ja, misschien ziet Mandy het en denkt hij echt, wat is die meid, wat denkt die meid? Oh ja, en hier ook nog plek voor de camera om neer te zetten. Ja, op het dressoir, ja. Bergdingetje. Dus dat is laag op berg. Ja, lage bergruimte. Of het kan in een kast staan. Dat kan ook nog. Kan ik heb nu ook zo'n kast met vakken. Ondertussen heeft Vera net een Instagram geüpload, dus de hele tijd krijgen we meldingen in beeld. Klopt. @VeraCamila. Instagram. Slash. Wat? Slash? Slash. Ja, of je zoekt gewoon in de app naar @VeraCamila. Ja, wat gaan we nu zeggen? Dat was het einde. Dit was het. Dank voor het kijken. Sluit jij maar af, Tje. Sorry, ik zit heel erg naar mezelf te kijken, want ik ben heel erg bewust van mezelf. Heel erg. Ik doe het wel even alleen. Ik ben ongesteld, mensen. Het zit allemaal niet mee deze week. Vera ziet het niet zitten om even in beeld te komen. Toch ben ik in beeld. Maar toch ben je in beeld. Vera vindt het niet fijn om in beeld te komen. Want ze is ongesteld en voelt zich niet lekker en is heel zielig en glimt. En, je kijkt nu ook echt zo naar mijn gezicht. Ja. Van glim. Nee. Niet? Nee, ik kijk gewoon van je bent zo zielig. Oh, maar zo zielig ben ik ook niet. Je weet hoe het is als je ongesteld wordt. En het is 30 graden buiten. En je bent primetime ongesteld. Dan voel je je niet lekker. En ook als je dan ook nog eens erg opzwelt in de zomer. Sommige mensen hebben daar last van. Ja, it's me. Dus ze krijgen het niet voor elkaar om in beeld te komen. Maar Mandy is geweest. Was je moet in top. De plens kijken, oh. Niet naar mij kijken. Mandy is geweest, was top. Hele je houdt ook echt de camera vast met één hand. Dat is zo... Ja, maar als ik kijk, dan ga ik zo. Oh, ja. Ja, maar daarom moet je met je andere hand. Maar goed. Ja, liefie. Lukt het jou om af te sluiten? Ja, dat was het. Fijne avond. Slaap lekker.
Adios. Hou vol met dit warme weer. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.